BOA staat voor kwalitatief hoogwaardige producten. Maar daarnaast willen we ook heel graag onze klanten zoveel mogelijk ondersteunen en supporten. Ja, onze slogan is proud of what we make and good in what we do. En dat heeft een link naar Twente, naar de Twentse trots. En wij zijn ook ontzettend trots op wat we maken. Wij maken hele mooie machines en soms van eigenlijk hele oude tekeningen. En dat gebeurt ook wel eens een keer hier. Dan wil een klant nog een machine die we al jaren niet bouwen. Dan gaan we hem bouwen vanuit een oude tekening. En dan zijn we ook, als die klaar is, zijn we er weer hartstikke trots op. BOA maakt machines voor in de afvalverwerkingsindustrie. Met name balenpersen, dat is onze core business. Transportbanden om de balenpersen te voeden. Shredders, rollensnijders en zakopers. De afvalindustrie is continu in ontwikkeling. We merken het lokaal hier aan het manier van huisafval inzamelen. Een heleboel huishoudens hebben tegenwoordig 4 containers achter de poort staan. Dat waren er vroeger, waren dat er 2. Nu gaan er weer geluiden op om dat juist weer ook te minderen. Maar dat de sortering meer gedaan wordt door de specialisten en de machines. En niet de verantwoordelijkheid bij de huishoudens neer te leggen. Uiteindelijk maken wij losse machines voor grote sorteerinstallaties. En die losse componenten die BOA eigenlijk levert naar die sorteerinstallatie, die passen daar altijd wel in. Ik zelf omschrijf BOA altijd als een start-up met 65 jaar ervaring. We hebben een lange historie, we hebben een grote install base, maar er is intern binnen de winkel dus nog heel veel te doen. Moet je denken aan processen, procedures, maar ook aan groei. BOA maakt kwalitatief goede machines. Dat is mechanisch is dat te zien door de wanddiktes en de speciale behandeling die wij met ons staal doen. Hydraulisch is dat te zien in de kwaliteit van de cilinders en van het stuurblok. Kopen we de beste van Europa en misschien wel zelfs van de wereld. En elektrisch proberen we altijd net even wat vooruit te lopen op onze concurrenten. We zijn nu bezig met een traject om self-learning diagnoses te kunnen maken vanuit de machine. Zodat de machine zelf weet wanneer die onderhoud gaat nodig hebben. Dat is een ontlasting van onze serviceafdeling, maar ook zeker een ontlasting van de klant van downtime. Onze machines gaan ongeveer 15 tot 20 jaar mee, maar is wel heel erg afhankelijk van het materiaal wat erin gegooid wordt. BOA maakt de Bentleys onder de balenpersen. Ik vergelijk het vaak met de auto-industrie. Op het moment dat je een Bentley hebt, dan ga je hem niet naar een beunaas op de hoek brengen. Dan verwacht je ook een bepaalde service vanuit Bentley in dit geval. Zo werkt dat bij onze klanten net zo. Op het moment dat er iets met die machine is of als ze regulier onderhoud willen, dan verwachten ze daarin iets van BOA. Ik ben vanuit mijn opleiding ben ik een techneut. En de eerste keer dat ik bij BOA binnenkwam, zag ik die zware machines van soms wel 40, 50 ton aan staal. En dat kwam bij mij wel naar binnen. Het is geen rocket science, het is puur mechanisch, is het vrij simpel, wel groot en lomp. BOA heeft een turbulente tijd achter de rug. We zijn in 1956 begonnen. Dat is jarenlang is dat goed gegaan. Zeg maar ongeveer vanaf het millenniumwissel is er een turbulente tijd aangekomen. Dat heeft te maken met management. Dat heeft te maken met pech. Dat kan soms ook gebeuren. Risico. Ik denk juist dat het voor de toekomst heel erg belangrijk is om stap voor stap weer te groeien. Het bedrijf gezonder te maken. En juist klanten bij ons houden door middel van onder andere het BOA Care concept. BOA gaat in de toekomst zelfstandig weer bouwen aan groei. Als start-up met 65 jaar ervaring is er veel te doen. Maar de kansen zijn enorm. De recyclingindustrie zal altijd blijven. En ik denk juist met onze wijze van klanten bedienen en klanten supporten, dat wij een stapje voor hebben op onze concurrenten. En daardoor ook onze eigen klanten heel goed kunnen vinden. En dat die klanten ook ons kunnen supporten. Wij zijn Team BOA. En zo uiten wij ons ook naar buiten toe. En wij zijn ook Team BOA. Het begint af en toe wel een klein beetje op familie BOA te lijken. Er zijn hier heel veel mensen die hier al heel lang werken. Die hebben BOA echt in hun hart zitten. En daarnaast, waaronder ik, zijn er wat mensen die hier nog niet zo heel erg lang werken. Maar die zijn wel helemaal gek met het bedrijf. We maken gewoon echt een supermooi product. En we zijn daar ook echt heel erg goed in. En dat is heel erg mooi om dat uit te stralen. En om samen ervoor te zorgen dat wij onze klanten voorzien van een prachtige mooie machine. En dan ook nog eens een keer goede service. Ja, als hier een machine de hal verlaat, dan is dat niet iets van even snel in de vrachtwagen stoppen en wegrijden. Daar zijn we toch echt wel een paar uur druk mee. En dan,
dan blijft altijd het bedrijf een beetje ontregeld. Dan is of je nou finance bent, inkoop, aftersales of verkoper, dan staat toch iedereen wel regelmatig bij die machine te kijken hoe die weggaat. En ik maak ook elke keer maak ik weer hetzelfde filmpje en elke keer vind ik het weer hartstikke leuk.